Nou, daar zijn we weer. We gaan nu naar Den Haag. We gaan naar de rechtszaak van Tessa. De rechtszaak gaat over de verpanding, over de kunstroof. En de bank wil nou ook geld van haar vader wegrippen. Giudice sia luce. Tessa, jij gaat naar de rechtszaak. Ik wens je heel veel succes. En luce. Succes, hè. Dus één vraag die ik nog heb van tevoren. Er zijn twee verzoeken geweest om camera's en geluidsopname te maken. De gebruik is dat aan de advocaten nog wordt gevraagd of zij daar toestemming voor geven voor schrijven in het pleidooi. Bent u ermee akkoord dat de camera's zijn? Ik ben akkoord. U bent akkoord? Ja, we gaan doen. Uitstekend. U kent de regels? Absoluut. Goed. Aan de orde is de zaak van mevrouw Tessa Hofster van Vee. Bent u dat? Dat ben ik. En advocaat meester Boonstra, die staat u bij. Ik heb begrepen dat uw vader er ook is. Bent u, meneer van Vee? Welkom. En aan de andere kant is verschenen de Rabobank, meneer... En u wordt bijgestaan door meester Begonje. Meneer Boonstra, kunt u een klein tipje oplichten van de sluier van de belangstellenden die hier aanwezig zijn? Ja, dat zijn eigenlijk allemaal leden van de, of aangesloten bij de Stichting Rechtsschuld Eerlijk Delen. Waarvan de voorzitter, meneer Hulleman, hier ook aanwezig is. De medewerker. Meneer Hulleman? Ja, meneer Hulleman. En die allemaal dus met eenzelfde soortgelijk probleem te maken hebben. Wat mij overigens opvalt, als ik dat mag zeggen, voor de zittingen. Ik heb twee opmerkingen eigenlijk. Ik stel vast dat er geen vertegenwoordigers zijn van de Rabobank Sas van Gent, waarvan je toch zou verwachten dat er iemand zou zijn. Dat zijn allemaal van de centrale Rabobank, meneer. Natuurlijk, maar merk het maar op. Verder is mij te oren gekomen dat meneer Burgonje contact heeft gehad via een meneer Schep met mijn cliënten. Zonder dat ik dat wist. Nou, ik heb contact gehad met uw cliënt. Ik heb contact gehad met de heer Schep. U luistert niet goed. Ik zeg dat u contact heeft gehad met meneer Schep namens mevrouw Van Veen. En dat vind ik toch wel bezwaarlijk, dat dat achter mijn rug gebeurt. Maar goed, het is hier, maar ik meld het. U meldt het, wij hebben het gehoord. Maar misschien wil meneer Begon je daar even nog wat op reageren. Ja. Nou, zo dadelijk krijgt u bij het pleidooi de kans om uw zaak uiteen te zetten. Ja. Ik voor zover u de behoefte heeft om daarop te reageren, neem ik aan dat u dat anders wil doen. Wie van u heeft het pleidooi gevraagd? Ik heb pleidooi gevraagd. Goed, dan krijgt u zo dadelijk als eerste het woord. U bent aan ons bekend. Ik ga ons voorstellen, dit is mevrouw Wattendorp. Mijn naam is Van Dijk, mevrouw Van Veen. En meneer Dane, de griffier. Die zal de aantekening maken, u ziet hem typen, maar dat is eigenlijk wel bezig om zo goed mogelijk op te schrijven wat hier gebeurt. Ja, we hebben ook uw verzoek gezien, meneer Boonstra, voor een grote zaal, maar dat heeft ons bereikt op een tijdstip dat we niet meer in staat waren om iets groters te organiseren dan deze. Ik zie dat gelukkig iedereen die u heeft meegenomen nog een plekje heeft kunnen vinden. En de stukken die wij hebben ontvangen is ten behoeve van het pleidooi nog een H-formulier van u met een akte en een productie. Ik neem aan dat u nu vraagt of die akte wordt verleend. Uiteraard. Die wordt verleend. Dank u. En we hebben ook gezien dat het in dit geval gaat om een vordering van de Rabobank tot betaling van bedragen met rente en kosten. Er is een reconventionele vordering, meneer Boonstra. In hoger beroep heeft u die gewijzigd. De bank heeft daarop verweer gevoerd, maar ik heb niet gezien dat de bank bezwaar heeft gemaakt tegen die eiswijziging. Ja. Wij zien er ook geen strijd in met de procesorde, dus wij zullen in hoger beroep van een nieuwe eis uitgaan. U heeft beide, of geen van u beide, heeft verlenging van de pleittijd gevraagd. Dat betekent dat u allebei een half uur heeft in eerste termijn. Ik doe mijn best. Meneer Boonstra, dan heb ik als eerste... Mag ik nog even brutaal zijn en even iets interrumperen? Nou, ik laat het eventjes aan de advocaat over wat hij gaat nemen. Nou, het probleem is, omdat u aangeeft dat u stukken heeft ontvangen, ik heb geen pleitnota ontvangen van de heer Boonstra. Dus ik zou eigenlijk bij deze het vertrouwen in mijn advocaat op willen zeggen. En ik heb wel zelf
zelf iets voorbereid. Aangezien meneer Boonstra mij een versie heeft gemaild afgelopen zondag. Toen heb ik hem gebeld en er is blijkbaar nog aan gewerkt, samen met de heer Hulleman. Maar daar ben ik niet van op de hoogte. En dat lijkt me toch vrij... Nee, maar als zij niet wil dat ik hier pleit, ja, dan trek ik mij aan de zaak. Dat is heel simpel. Dat is wel een beetje lastig. Ik dacht, misschien kunnen we even schorsen op dat u met uw cliënten zich nog kunt verstaan als u dat wilt. Ik word hier totaal door overvallen, want voor de zitting heeft mevrouw meteen niets gezegd. Het ging met de hand en we zouden samen naar de zitting gaan. Hè? Nee. Maar zo erg is het. Volkert, zo is het niet gegaan. Je hebt mij zondagavond, de zitting is al een tijdje bekend, hè? 9 februari. Zondagavond is er iets gemaild naar mij. Daarover heb ik gebeld. En toen heb ik te horen gekregen dat dat een oude versie is. Dat er van het weekend en gisteren nog aan gewerkt is. Ik heb uit... Ja, maar geen essentieel. Ik denk dat jullie aan een andere zitting zijn. Kunt u even bij de boom? Nee, dit is trouwens. Nee, dit is. Ja, is mijn oude buurman. Oh, dit, ja, hij zit goed. Hier mag ik nu? Ik mag binnen. Dank u wel. Sorry allemaal. Sorry. Wellicht dat u even kunt schorsen. Ja, dan kijk ik even of ik mij moet onttrekken of niet. Ja, dat lijkt mij het beste. Dan hebben we 5 minuten om deze zaak gauw te maken. Ja? Ja, het overvalt mij ook. Ik begrijp het. Goed, we gaan naar buiten. Dan schorsen wij nu. Ja, we gaan naar buiten. Het hof zal zich even terugtrekken. Nou, ik hoop wel dat het duidelijk is dat ik hier niet zit te liegen. Hè? Dat ik dus zondag pas iets op mail heb gehad waarvan ik gisteren te horen heb gekregen dat het niet de juiste versie is, dat er aan gewerkt is. Toen ben ik hier gekomen om 1 uur en toen heeft meneer Boonstra mij niet aangesproken om iets te bespreken. Maar een half uur tevoren kan ik niet meer onder de druk waar ik sta, kan ik niet een half uurtje tevoren even een hele pleitnota gaan doornemen. Mevrouw, ik hoop dat u dat begrijpt. Wij horen wat u zegt. U kunt hier niet voor uzelf optreden, u heeft een advocaat nodig. Mm-hmm. Daardoor is meneer Boonstra met u mee. Mm-hmm. Maar als u zegt, ja, meneer Boonstra heeft mijn vertrouwen niet meer, dan wordt het moeilijk. Maar dat zult u met meneer Boonstra moeten bespreken en niet met ons op. Mogen wij een schorsing? Ja, u wilt de zaal verlaten. Dat is misschien spannend. Meneer Bessonje, wilt u dan ook zo verlaten? Ja, ik ga ook even de zaal verlaten. Mevrouw de president, op het college, ik onttrek mij aan de zaak. Goed. Helder. Heeft geschorst. Het Hof heeft de behoefte om even te schorsen en zich te beraden over hoe we nu verder gaan met deze zaak. Als u zo goed wil zijn, even wachten met dansen. Oh ja, prima. Ik wil best wel tegen partij aanspreken dat ik meneer Boonstra en Sven Hulleman niet heb gehoord dat ze het middellijke traject of schikking überhaupt een optie vinden. En daar wilde ik juist op focussen eigenlijk. Ik hoop dat het op waardewetenschap wordt geschat dat ik afstand neem van meneer Boonstra en de heer Hulleman, zoals ook met Jos Schep is besproken. Nou, dat is eigenlijk... Dit advies niet gegeven. Nee, maar het is mijn eigen besluit geweest. Omdat ik van mening ben dat het niet correct is. 1, dat ik geen pleitnota heb ontvangen. Zodat ik daar dus niet meer op kan reageren. En ik mis in het pleidooi, zoals Sven Willeman met zijn stichting het insteekt. Daar sta ik niet achter. Want ik wil heel veel dingen uit mijn individuele zaak eigenlijk besproken hebben. En de macro-economische analyse is een heel mooi verhaal, maar ik denk niet dat dat succesvol zal zijn, omdat ik het zie als een soort generaal pardon eigenlijk. En ik er veel meer waarde aan hecht om met jullie na 6 jaar de strijdbel te begraven, zeg maar. Dat zou ik het liefst zien. Dat is eigenlijk de essentie van, ik heb een mooi verhaaltje gemaakt, maar dat is de kern van de zaak. Dus als hierbij de zaak dus geen doorgang vindt, als ik geen
spreektijd krijg van de rechter, dan ja, wil ik dat hierbij heel graag aangeven. En dan zou ik heel scherp mijn woordvoerder laten zijn naar jullie toe. Dus ik hoop dat jullie daarvoor openstaan. Ja, dat zou ik moeten bespreken. Ja, heel graag. Ja. Want dan kunnen we misschien, dat kan het heel kort zijn. En dan, want ik zou zelfs de vaststellingsovereenkomst zou ik zelfs nieuw leven in willen blazen die jullie hebben gesteld. Behalve dat ik daar graag de namen uit zou willen hebben, zoals mijn vader, die dat niet verdient om daarin meegesleurd te worden. En mijn echtgenoot. En dan kan het wat mij betreft in de vorm blijven zoals hij is, als ik die overeenkomst op mijn naam heb. Dan kunnen we bij wijze van spreken ook helemaal klaar zijn. En dan punt achter zetten. Ja, als ik zeg, dat zou ik het bespreken met mijn klant. Dus ja. Daar komen wij op terug dan. Heel graag. Meneer Banstra, ik moet u dit vragen. Volgens het rolreglement, heeft u uw cliënten ingelicht over de consequenties die er zijn als u zich onttrekt als advocaat? Juist gedaan. Goed. Mevrouw, heeft u dat ook goed begrepen? Nee. Niet. Het is mogelijk om zelf het woord te voeren tijdens het pleidooi, ook als u geen advocaat meer heeft. Dat mag. U zegt dat u iets heeft voorbereid. We gaan straks vragen aan meneer Begonje wat hij ervan vindt. Maar we kunnen dus doorgaan met zitting. Maar dat betekent dat dit wel uw pleidooi is. U krijgt niet nog een kans om dan met een advocaat nog een keer te komen. Daar ben ik mee akkoord. Oké. Okay. Wil de griffier dit opnemingsproces verwelken? Dat meneer Boonstra zijn cliënt heeft ingelicht. Meneer Begonje, mag ik dan de zaal verlaten? Natuurlijk, meneer Boonstra. En ik had u, dacht ik, mijn pleinnota ook al uitgereikt. Die wilde ik dan maar weer terugnemen. Want ik blijf hier dan natuurlijk niet zitten. Dat begrijp ik. Ik heb hier ook een extra dag aan. Meneer Begonje, u mag zich uitlaten over de betrekking van de couvert. Ja, het is de vreemde keuze van mevrouw. Mevrouw Hoek, dus als je gaat beneden. Heeft u de bezwaar tegen dat het pleidooi voortgaat zonder de Banstra? Nee hoor. Mevrouw, u heeft het voorbereid. Ja. Weet u zeker dat u nu door wil gaan? Met heel graag. Zonder advocaat? Heel graag. Okay. Ik ben u zeer dankbaar. Voor de kant. En heeft u iets opgeschreven? Ja, wilt u er ook een? Nou, in ieder geval de griffier erheen. Ja. En als u er nog een heeft, meneer Begonje, want dat is gebruikelijk. Ja, dat is geen probleem. Die heb ik zelf op het schrijven. En als u dan nog meer heeft, dan willen wij graag ook een exemplaar. Maar als u er niet meer heeft, dan in ieder geval één voor meneer Begonje en één voor de griffier. Ik heb er drie. Dank u. Ik heb het hardop voorgelezen en het is een kwartiertje ongeveer. Het is een kwartiertje. Ik dacht, als ik 10 minuutjes krijg, dan moet het daarin passen. Maar ik denk dat het ongeveer 15 minuten zal zijn. Oké, lees u het maar voor. Heel graag. Als ik het niet erg vind, dan wil ik inderdaad ook heel eventjes nog toelichten waarom ik inderdaad met de boodschap heb gestuurd. Heb ik even kort... Dat hoeft samen niet toe te lichten. Het is een zaak tussen u en uw advocaat. Mm-hmm. En de hof kreeg daar niet in. Als u okay. daar zo over denkt, dan denkt u daar zo over. Ja, ik ga toch eventjes zeggen waarop het gebaseerd is. Omdat de heer Boonstra, zoals u aangaf, heeft verzuimd om mij van de informatie te voorzien die ik nodig heb om me goed te kunnen voorbereiden op deze zitting. Want hij heeft mij ook niet tijdig de pleitnota doen toekomen. Hij heeft mij zondag iets gemaild, waarvan hij gisteren heeft gezegd dat hij het heel erg heeft aangepast. En toen heeft hij gezegd, laten we elkaar om 1 uur hier treffen en dan bespreken we het. Maar dat gaf ik al aan, dat,
dat vind ik niet correct, want dat is veel te kort dag. Dan kun je ook niet iets opnieuw uitprinten, dan heb ik me daarbij neer te leggen. En dan kan ik niet meer iets wijzigen of iets toevoegen of me daarop instellen. Dus ik zou ook helemaal niet hebben geweten wat precies zijn pleidooi in zou houden. Behalve dat ik weet dat het aansluit op Stichting Red en een macro-economische analyse. Dus dan wil ik even naar puntje 2. Dus niet tijdig de pleitnota aan mij gegeven. De heer Boonstra is aan mij voorgesteld en ingeschakeld door de heer Hulleman, hier aanwezig. En die heeft zijn verdedigingsstrategie dus hoofdzakelijk afgestemd op de macro-economische analyse van Stichting Red. En niet op mij persoonlijk. Bovendien heeft het er alle schijn van dat de heer Hulleman door middel van de heer Boonstra zelfs aanstuurt op een mislukking van zijn macro-economische analyse. Althans, dat heeft de heer Hulleman met zoveel woorden tegen mij gezegd. Ik citeer. Als ik in deze zaak geen gelijk krijg van de rechter, dan kan ik eindelijk stoppen met Stichting Red. Dan heb ik er alles aan gedaan. Dit staat natuurlijk haaks op het hartige van mijn belang. Tegen mijn wens in heeft de heer Boonstra trouw aan de aanwijzingen van de heer Hulleman. En willen zij beide niet, zoals ik dat het liefst zie, tot een schikking komen. Dat heb ik ook toen u even achter de deur was, heb ik dat ook even tegen de tegenpartij gezegd. Dat mijn pleidooitje erop ingesteld is dat ik het liefst door middel van mediation tot een goede oplossing kom voor ons allebei eigenlijk. Dat is de essentie. En Rabobank heeft dat al eens een keertje voorgesteld in maart 2014. Dat heb ik ook net even aangehaald aan de heer Begonje. In maart 2014 is er een vaststellingsovereenkomst gemaakt. Daarbij word ik gekweten voor mijn totale restschuld. Behalve dat ik de wens dat deze alleen en uitsluitend op mijn naam komt te staan. Dus dat zou de wijziging zijn in die versie. En dat wanneer Rabobank zich zou beroepen op de schending van deze overeenkomst, en dan met name wat betreft de geheimhouding, want die willen ze er graag in opgenomen hebben, waar ik persoonlijk geen bezwaar tegen heb. En dat deze, als zij zich daarop zouden beroepen, dat het getoetst zou moeten worden door een rechter. Dat was ook destijds het verzoek van mijn advocaat, dat die zin zou worden toegevoegd in die vaststellingsovereenkomst. En dat dus derden daaruit gehaald worden, zoals mijn vader, die uiteraard niks met de kwestie te maken heeft, en mijn echtgenoot en de stichting Hopster van Goudswaard en de Pied Piper BV, het luidsprekerbedrijf van mijn vader, die zouden eruit moeten. En dat zou eigenlijk mijn enige twee wijzigingen zijn waarop ik akkoord zou kunnen gaan met die vaststellingsovereenkomst van maart 2014. Nou, helaas kan ik in het hier en nu mijn hele verdediging niet opnieuw voeren. Dat er daarbij veel is misgegaan, dat is duidelijk. Ik moet het nu hebben van mijn eigen verhaal en de steun van de mensen hier achter mij. Ik vergelijk mijn verhaal een beetje met het verhaal van David, de herdersjongen tegen Goliath. De reus met de volledige wapenuitrusting. David werd uitgelachen, maar tot ieders verbazing raakte David steen meteen het hoofd van Goliath. Recht tussen de ogen. Door de hand van God werd er gezegd. Ik ben er heilig van overtuigd dat er een maatschappelijke ommekeer zal komen. En dat men zal inzien dat achter het abstracte begrip restschuldproblematiek menselijke drama's schuilgaan. Dat mijn ondernemersplan en de exploitatie van het museum is mislukt, dat is een feit. En dat het moest worden afgewikkeld, dat is duidelijk. Maar de manier waarop Rabo dat doet, dat gaat eigenlijk ieders voorstellingsvermogen te boven. Niet alleen heeft Rabo geen enkele moeite gedaan om schade te beperken. Integendeel, ze hebben er een puinhoop van gemaakt. Rabo heeft rechters misleid door niet volledig en of naar waarheid te informeren. En legt continu haar zwakte bloot door zich te bedienen van onderwereldmethoden. De heer Boonstra en de heer Hulleman hebben mij sterk afgeraden te doen wat ik van plan ben te doen. Namelijk de belangrijke punten aan te halen uit mijn eigen individuele dossier. De heer Hulleman heeft mij proberen te overtuigen van het feit dat wanneer ik de focus verleg van mijn verdedigingsstrategie, van zijn verdedigingsstrategie, zijnde de macro-economische analyse, dat ik daarmee de zaak ga verliezen. Omdat, zo stelt hij, er nog geen zaken gewonnen zouden zijn op basis van individuele argumenten. Maar het tegendeel is waar. Bovendien is het onmogelijk om dit van mij te verlangen, nu ik financieel en emotioneel volledig aan de grond zit. De heer Hulleman, vertegenwoordigd door de heer Boonstra, zet in op een soort generaal pardon. Eerlijk gezegd acht ik die kans van slagen miniem. Bovendien ligt dat meer in de lijn voor politici om daar iets aan te veranderen. Welnu, ik wil heel graag hier 4 uitspraken aanhalen die in individuele zaken zijn gedaan. Op 29 december 2015 heeft het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden uitspraak in hoge beroep gedaan
SNS en Rabobank hebben rond de eeuwwisseling onverantwoord gehandeld bij het verstrekken van hypotheken. Het Hof stelt dat de banken niet aan hun zorgplicht hebben voldaan bij de kredietverlening. Ze hebben eenvoudigweg te veel geld uitgeleend zonder te kijken of de lasten die daarmee gepaard gingen wel gedragen konden worden. In juni 2015 heeft het gerechtshof Amsterdam oordeelde in hoger beroep hetzelfde over ABN AMRO. Een vergelijkbare zaak tegen Van Lanschot Bankiers loopt nog. Het Hof stelt dat de banken niet aan hun zorgplicht hebben voldaan bij de kredietverlening. Met de uitspraak van de rechter wordt de deur opengezet naar een zogeheten schadestaatprocedure, waarin gedupeerden schadevergoeding kunnen eisen. Met ABN AMRO zijn deze schikkingsonderhandelingen inmiddels in volle gang. Een mooie mogelijkheid die wellicht in een later stadium door mij en mijn echtgenoot kan worden onderzocht. 9 september 2015, gerechtshof Den Haag deed uitspraak. Misschien was u het, weet ik niet. Ik heb hier zelfs het zaaknummer. In bodemprocedure, schending zorgplicht bank door met het oog op voorkoming van overkreditering onvoldoende informatie in te winnen over de financiële positie van de kredietnemer. De uitspraak verklaart voor recht dat Amstel Staten toerekenbaar tekort is geschoten in haar zorgplicht jegens eisers en gehouden is de schade die hieruit voort voor eisers voortvloeit te vergoeden. Deze uitspraak gaat dus ook nog een stapje verder. In november 2015, de rechtbank Overijssel. De rechter oordeelde hard over het optreden van Rabo's bijzonder beheer tegen een klant die de hypotheek niet meer kon betalen. Nodeloos schadend noemt de rechter het optreden van de bank. Daarnaast oordeelt de rechter dat Rabo de rechtbank niet volledig en naar waarheid heeft geïnformeerd over alle relevante feiten in deze zaak. De rechter heeft eerder deze maand de goede intenties van Rabobank's afdeling bijzonder beheer openlijk in twijfel getrokken, omdat de bank een pand per se snel wil verkopen, ook al blijft de verkoper daardoor achter met honderdduizenden euro's extra restschuld. Het doet vermoeden dat Rabobank andere drijfveren heeft dan het realiseren van een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst, stelt de rechter. Rabobank heeft volgens de rechter onvoldoende argumenten aangevoerd om niet in te stemmen met de eerdere koopovereenkomsten die boven de taxatiewaarde liggen. Het doordraaien van probleemdossiers wordt vaak inderdaad belangrijker gevonden dan het voorkomen van een hoge restschuld voor de klant. Het optreden van de bank in deze zaak is volgens de rechter nodeloos schadend voor de klant. Volgens de rechter is pijnlijk duidelijk geworden dat Rabo onjuistheden inbrengt in een rechtszaak. Artikel 21 gaat erover dat partijen verplicht zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. De rechter stelt tevens dat er verschillen en onjuistheden blijken te bestaan in de informatieverschaffing en stellingen van de afdeling bijzonder beheer van Rabobank enerzijds en het optreden van de plaatselijke vestiging van de Rabobank anderzijds. Hier noem ik mijn punten, waarvan uiteraard bewijs is, en dat zijn de bijlagen die ik heb bijgevoegd. Rabo stelde ten onrechte dat bepaalde schilderijen van mij waren. Hier gaat het verdedigingstechnisch al fout. Hier had alleen moeten worden aangetoond door mijn advocaat dat de werken niet van mij waren. Het is irrelevant om aan te tonen van wie deze wel waren. Rabo stelde zelfs dat ik deze zou hebben onttrokken aan tandrecht. Wat blijkt nu? Rabo overlegt de interne notitie van de kredietbeoordeling. En daarin staat duidelijk dat er onderscheid bestaat tussen wel en niet verpande zaken. Rabobank tekent op dat ik zelf aangeef dat ik bepaalde werken niet wil verpanden. Dat kan ook helemaal niet. De handelsvoorraad wel en de rest niet. Rabo beschrijft in diezelfde kredietbeoordeling de risico's voor de bank, maar doet er verder niets aan. Zoals zelf laten taxeren bijvoorbeeld. De rapporten met betrekking tot de kunst die niet van mij was, heb ik alleen en uitsluitend getoond aan Rabo om te illustreren wat er in het museum te zien zou zijn. Met geen ander doel. De Rabo heeft zich later zogenaamd blind gestaard op het voorblad met mijn naam erop. Ik gaf de opdracht voor het maken van de taxatierapporten. In tegenstelling tot wat Rabo heeft gesuggereerd, maakt mij dat niet eigenaar van de bewuste schilderijen. Sterker nog, de rapporten waren gemaakt voor de verzekering en dus op basis van vervangingswaarde. En dat had Rabo überhaupt nooit mogen gebruiken als onderpand. Ze hadden zelf moeten laten taxeren. Overtreffende trap in deze kwestie is dat Rabo zowel de taxateur zelf als het bedrijf waarvoor hij werkt hebben geïntimideerd door Hofman Bedrijfsrecherche langs te sturen met heimelijk gemaakte videobeelden van mij. Even later had Rabo de brutaliteit om via een advocaat bij beide een schadeclaim ter hoogte van mijn gehele restschuld neer te leggen. Maar aangezien de rapporten dus niet door derden voor een dergelijk doel gebruikt mochten worden, liep dit brutale stukje werk van Rabo juridisch stuk. De zorgplicht was helemaal ver te zoeken toen de Rabo nog een pand erbij wilde gaan financieren. Westkade 94, had ongeveer 130.000 euro. Terwijl de boel toen al op scherp stond. Rabo had een tweede agenda. Rabo wilde door middel van het verstrekken van deze extra financiering een nieuwe pandakte op slinkse wijze in orde maken. Heeft de akte persoonlijk binnen 2 dagen aan de deur... kwam de akte persoonlijk aan de deur binnen 2 dagen brengen
Uiteraard heb ik dit voorstel niet getekend. Het is wel tekenend voor de werkwijze van Rabo. In februari 2010, we zijn dus 6 jaar verder, vindt er een gesprek plaats met de heren van de afdeling fraude, witwassen en asset tracing, waarin door Rabo wordt gebluft over de kwestie onttrekken pandrecht. Deze heren van bijzonder beheer maken zich tijdens dit gesprek schuldig aan afdreiging, intimidatie en afpersing. De geïnteresseerde koper in het pandmarkt 17, de heer bood €450.000, vastgesteld in een voorlopig koopovereenkomst bij notaris in Terneuzen. Rabo treuzelde en werkte niet mee aan deze onderhandse verkoop. Rabo rekte tijd door onder andere te beginnen over een taxatie, terwijl er een taxatierapport lag, opgemaakt door DTZ Zadelhof van €769.000 voor de vrije verkoop die ik zelf reeds initieerde. Het pand gaat op de executieveiling naar Sluisdijk BV voor €301.000. 6 maanden later koopt deze bewuste meneer alsnog voor €375.000. Er ontstaat een verschil van minimaal €74.000 en een bedrag van maximaal €149.000 ten laste van mij. Het pand Stationstraat 23 gaat op de executieveiling naar de eigen BV van Rabo, Bodemgoed BV. Een dubieuze constructie die ondertussen algemeen bekend staat als nadelig voor de klant. Ik wil ook nog opmerken dat er, terwijl ik nog in gesprek was over een mogelijke oplossing zonder executie, achter mij om door Rabo toch al een deurwaarder op pad was gestuurd om kunstwerken uit het museum in beslag te nemen. Ik heb dat toen in 2010 al kunnen voorkomen. Van schadebeperking was absoluut geen sprake. Ik wil hier graag de wetsartikelen aanhalen waarop Rabo voorlopig met succes een beroep deed in het boekje, in zaken het boekje De Verpanding. Namelijk aantasting van de persoonlijke levenssfeer en het recht op privacy. Dit wordt in verschillende internationale verdragen gegarandeerd. In artikel 17 van het VN-verdrag voor burgerlijke en politieke rechten uit 66 staat: niemand mag worden onderworpen aan een willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, nog aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam. Ook artikel 8 van het Europese verdrag voor de rechten van de mens garandeert deze rechten. Hoe gaat Rabo hiermee om? Ik heb domicilie gekozen bij mijn advocaat. Ik heb een officiële secretaressebaan bij een adviesbureau in Den Haag en sta ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Later werk ik in het luidsprekerbedrijf van mijn vader in Haarlem en sta ik met naam en toenaam op de website. Rabo zet 6 maanden lang Hofman Bedrijfsrecherche in om mij hinderlijk te volgen en heimelijk te filmen. Rabo vindt het nodig om na ongeveer 2 jaar radiostilte in januari, februari 2013 een rechter te misleiden door op basis van valse voorwenselen te verzoeken aan de rechter af te wijken van hoorplicht. Rabo stelt op basis van 10 jaar oude krantenartikelen uit de Telegraaf dat mijn inmiddels echtgenoot een crimineel zou zijn en ik onvindbaar en ondergedoken. De rechter verleent op basis daarvan verlof voor het leggen van beslag op zaken van derden en op ongehoord agressieve wijze. Dit escaleert. In het kader van de aantasting van de eer en de goede naam presteert Rabo het achteraf de hele collectie zwart te maken en af te doen als waardeloos, het opslaan niet waard en misschien deels niet eens bestaan of vals. Helaas heeft mijn advocaat destijds, ondanks mijn verzoeken, nooit vinger aan de pols gehouden gedurende 2 jaar van de stilte van de zijde van Rabobank. Ik citeer mijn advocaat van destijds: ze zullen het er wel bij laten zitten. Er valt toch niks bij te halen. Laten we maar geen slapende honden wakker maken. Na 2 beslagleggingen, de tweede door agressief binnendringen bij het luidsprekerbedrijf, ondanks het feit dat ik aangaf zo snel mogelijk naar het bewuste pand te komen om de deur te openen, is toch door middel van een slotenmaker de deur opengemaakt voordat ik aanwezig was. Er volgt een kort geding, waarbij op 22 maart 2013 door de rechter wordt bepaald dat de beslagen moeten worden opgeheven en dat de meegenomen zaken moeten worden geretourneerd door de Rabo. Het kwaad is dan al geschied. Financieel en emotioneel is alles kapot gemaakt door Rabo. Klanten blijven weg en in 2014 gaat het luidsprekerbedrijf, wat al 35 jaar bestaat op dat moment, ongeveer failliet. De Rabo heeft de beslagen laten uitvoeren door agressieve, nietsontziende deurwaarders die zich er, God betere, op voorstaan ook zonder politiebegeleiding op pad te gaan. Ik denk nog vaak aan de woorden van de heren: wij hebben een masserende kant, maar wij hebben ook een andere kant. Rabo heeft kostbare tijd verspild aan negativiteit die niks oplost en alleen maar mensenlevens verwoest. 27 januari jongstleden heeft de heer Schep een ultieme mediation poging gedaan met de heren Bourgogne en hiernaast. Tot mijn grote spijt is daar niets uitgekomen. Ik was wel geschokt door het feit dat er volgens de heer Schep duidelijk sprake is van onbegrip, rancune en geen greintje empathisch vermogen. Ik ben nog altijd bereid om tot een oplossing te komen en die is kinderlijk eenvoudig.
Kwijting op mijn persoon zonder daarbij derden te betrekken. In een conceptvaststellingsovereenkomst opgesteld de datum 18 maart 2014 door Rabo werden derden betrokken en gedwongen mee te tekenen voor geheimhouding en bij schending zou zonder tussenkomst van de rechter de gehele schuld op mij en de anderen, waaronder mijn vader, herleven. En daar kan ik niet mee instemmen. De invoering van de eed of belofte voor alle bankiers is op 1 april 2015 in werking getreden. Voor bestaande medewerkers zal de bankiers-eed of belofte verplicht worden per 1 april 2016. Dat is toevalligerwijs mijn verjaardag. Het zou een mooi verjaarscadeautje zijn, maar ik heb liever een oplossing in mijn individuele dossier. Het was ironisch genoeg op 1 april 2011 dat de heer pand kocht. En dat is geen grappenmakerij. Ik zie de vaststellingsovereenkomst als een soort schuldbekentenis. En ik hoop dat we hem weer nieuw leven in kunnen blazen. En ik hoop dat de Rabobank de probleemdossiertjes, zoals ze het wellicht noemen, of de hoofdpijndossiertjes, dat ze zich realiseren dat er een mens achter zit en dat daar een gezicht bij hoort. En ik hoop dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en hun menselijke kant laten zien. En dat was het. Dat is wat u wil zeggen? Dat is wat ik wil zeggen. Dank u wel. Er zitten bijlagen bij uw stuk. Mm-hmm. De Bregonje, heeft u bezwaar tegen die bijlagen? Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat het allemaal is. Dus ik heb er nog niet naar gekeken. Ik zie een koopovereenkomst. Volgens mij is die al een keer overgelegd als productie. Misschien voor mevrouw, want u heeft een gezegd, heeft u die stukken al... Wilt u, ik mag mijn exemplaar... Nee, die stukken die u heeft overgelegd, die bijlagen, ja. Zijn die al eerder aan... Sommige wel, sommige niet. Sommige wel, sommige niet. Nou, die begon je dat helpt. Niet. Een deel. Ja, nou, ik denk dat nu... Dat ik niet te weinig tijd heb om te kunnen zien wat het allemaal precies behelst, dus ik maak bezwaar. Goed. Het Hof zal het bezwaar noteren, ik heb hier een aantekening van gemaakt. En wij zullen ons daarover beraden. Formeel is uw advocaat niet aanwezig en kunt u geen nieuwe stukken indienen. Maar we zullen erover nadenken en precies aan. Dank u wel. Ja. U mag... van de Bank van de Rabobank staat. Ik dank u. Allereerst het feit dat er geen vertegenwoordiger is van de Rabobank Sas van Gent. Dat klopt. De Rabobank Sas van Gent is, zoals ik in de memorie van antwoord al heb aangegeven, opgegaan in de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen. Die is recent ook weer opgegaan in een andere Rabobank, want alle Rabobank in Nederland zijn opgegaan in een coöperatieve Rabobank met uitgesloten aansprakelijkheid. Dus dat is ook degene die op dit moment formeel procespartij is. Dus ik wil vragen of u dat... Ja, moet u dan begrijpen dat de structuur van de Rabobank zo is veranderd dat in plaats dat er vele plaatselijke Rabobanken zijn, dat er nu één... Ja, vroeger was iedere Rabobank een eigen rechtspersoon. Ja. Begin dit jaar is er begin dit jaar, denk ik, is er een begin, juridische fusie geweest. En zijn alle Rabobanken opgegaan in... de coöperatieve Rabobank UA. Is dat ook wat u in uw... Nee. Ik hoorde dit begin voor, of eind halverwege vorige week. Dus ik had geen tijd om daar een, althans de tijd om een akte daarvoor te nemen was al verstreken. Dus ik denk, ik zal het nu aangeven tijdens de zitting. Ja, ik vraag even hier om notitie te maken dat de geïntimeerde is opgegaan in de coöperatieve Rabobank UA. UA, klopt. Een landelijke Rabobank door juridische fusie. Ja, klopt. Ja. Dus alle verplichtingen en rechten van de Rabobank Sas van Gent en haar opvolger zijn nu naar de Rabobank. Klopt, klopt. Voor de procedure verandert er weinig, alleen de procespartij is natuurlijk daardoor gewijzigd. Ja. Ja. Heeft u voor de griffier iets op papier? Nou, ik heb wel een akte gemaakt met een enkele regel. Als u mij toestaat, dan... Ook even voor... Ja, uiteraard. Er staat niet meer in dan dat het via juridische fusie is opgegaan. Wilt u ook een exemplaar? Nee hoor. Alle drie? Nee, ik wil graag. U wil graag een exemplaar? Ik heb er nog eentje over. Dank u wel. Kijk deze aan. Dat betekent dat in het arrest de naam van Rabobank zal worden gewijzigd in coöperatieve Rabobank. Juist, ja, klopt. Voor wat betreft het verhaal, ja, ik denk dat het
meestal naar voren is gekomen, met name in eerste aanleg, wat er nu gezegd wordt. De Rabobank realiseert zich terdege dat achter restschulden persoonlijke drama's schuil gaan. Zij probeert daar ook op rekening mee te houden bij de behandeling van dat soort verhalen. Maar ja, dat wil niet zeggen dat zij het persoonlijke drama weg kan nemen. Het kan ook niet zo zijn dat het persoonlijke drama ten laste moet gaan komen van de Rabobank. Want het is de schuldenaar die bepaalde verplichtingen aangaat en die zal ze dus ook in het beginsel na moeten komen. Voor wat betreft de opmerking dat de Rabobank streven naar maximalisatie van de executieopbrengst en dat zij dat in dit geval niet gedaan heeft door onnodig te dralen bij de onderhandse verkoop, verwijs ik naar hetgeen ik daarover al heb gezegd in eerste aanleg. Voor wat betreft de taxatierapporten die overgelegd zijn, het klopt dat de Rabobank die niet voorafgaand aan de geld, of tenminste het aangaan van de geldleningen nogmaals heeft laten taxeren, die werken. Het waren ook taxatierapporten die pas een paar maanden oud waren. En die zijn door mevrouw Hofster van Veen overgelegd en daarbij gepresenteerd alsof het haar kunstcollecties betrof. Dat blijkt ook uit de stukken die wij hebben overgelegd. En daar is de Rabobank dan ook van uitgegaan. En op basis van die taxatierapporten kan niet gesteld worden dat hier sprake is van overkreditering. Het klopt dat de Rabobank aanvankelijk ook de taxateur persoonlijk en het taxatiebureau aansprakelijk heeft gesteld voor de schade die de Rabobank heeft geleden. Dit heeft echter tot niets geleid. Het taxatiebureau was inmiddels niet meer bestaand. Dus ja, daar viel niks meer te halen en de taxateur persoonlijk, daar zagen wij te weinig verhaal in. Voor wat betreft het overige denk ik dat ik kan volstaan met de verwijzing naar de eerdere processtukken. Want als ik alles zou herhalen, dan zou het alleen maar een herhaling zijn van hetgeen ik daar alleen heb aangevoerd. En dat lijkt mij een beetje zinloos. Ja, wat ik nog wel wil benadrukken is dat het feit dat er in het verleden een vaststellingsovereenkomst in deze zaak is aangeboden, allerminst wil betekenen dat er sprake is van schuldbekentenis. De Rabobank heeft dat gedaan omdat zij een streep onder de zaak wilde zetten destijds. Daar zijn partijen toen niet uitgekomen en daarom is gezegd van oké, dan gaan we gewoon verder. En dat is feitelijk waar we nu zitten. Dat is wat u wilde opmerken? Ja, dat is hetgeen wat ik nodig heb. Ik zag dat u iets aflas van een papier. Is dat iets wat in zodanige staat is dat u het aan de griffier... Nou, nee. Nee, dat zijn zulke kruiken, houden en gekrabbel. Dus dat is jammer voor het papier? Nee, spijt me voor. Goed. Ja, dan heeft u ieder uw eerste termijn gehad. Ik zal de zitting even schorsen, want het Hof wil zich beraden over de vraag of wij een vraag aan hebben en of hoe we verder willen met deze zaak. Degene die hier zijn met camera's, zeg ik nu dat de pleidooien zijn afgelopen. U heeft toestemming om de pleidooien te filmen. Dus ik zou u willen vragen om de camera's nu op te brengen. Ik ben hier de advocaat van Tessa. Er is iets heel bijzonders gebeurd net binnen. En ik wou meneer Boonstra even vragen van wat is er nu precies gebeurd? Wat er gebeurd is, we zouden het pleidooi houden. In de hoge beroepszaak van Veen tegen de Rabobank en Sas van Gent. En dat ging over de leningen die Sas van Gent heeft verstrekt, de Rabobank Sas van Gent heeft verstrekt aan Van Veen in 2008, 2009. En dat is voorbereid door mij uiteraard. En daar is overleg geweest met Van Veen daarover. En nu ineens op de zitting zegt ze van ik wil zelf het woord doen en ik wil geen advocaat meer die voor mij het woord doet. Oh? Ze had geen vertrouwen meer in me. Oh? Dus dan is het over. Ja, en de zaak nu? Wel, wacht even, want de rechters hebben dan eventjes overleg gehad en geschorst, want ik kon wel merken, dat gebeurt eigenlijk nooit. U zei het net op gebeurt de vraag nooit tegen mij, nee. Van u was al heel lang advocaat en u hebt me nooit meegemaakt. Nee. Ja, u bent ontslagen of zo? Ja, ik ben ontslagen door mijn cliënt. Oké. Op de zitting. Niet voor de zitting.
Ik heb haar nog gesproken het weekend. Ja? Ik heb haar pleitnota per e-mail toegestuurd. En ik heb gezegd, ga dat nou even lezen. Laat me weten als je daar wat op aan te merken hebt. Heb ik haar later nog weer gebeld en gezegd, hoor, ik heb nog wat veranderingen aangebracht. Maar niet zo relevant dat dat nou zo spannend was. En het was allemaal wat kort, want zij reageerde niet. Dus okay, ik ben echt overvallen daardoor. Heeft Tessa ook aangegeven waarom Tessa dit zo gedaan heeft? Nee, dat is juist het vreemde. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ze heeft wel vooraf via een ander, heeft ze wel nog schikkingsoverleg met de advocaat van de Rabobank gehad. En dat is heel merkwaardig, want eigenlijk mag dat ook niet. Dan moet de advocaat van de Rabobank mij dat melden. Ja. Dat heb ik vooraf gezegd aan het begin, ja, dat staat op film. En ik ben blij dat ik dat vooraf heb gezegd. Want het kan best zijn dat zijn oorzaak daarin vindt. Kijk, wat is er met Tessa van Veen aan de hand? Die kijkt tegen een enorme schuld aan van haast 5 ton. En die, zoals zoveel mensen met rechtsschulden, die last die dragen ze alle dagen en alle nachten mee. Ja. Mm-hmm. En sommige mensen die gaan de geestelijke ronde door. Ja. Dat was ook wel te zien, want ze schoot ook tijdens de pleidooi schoot ze even in tranen. Ja. Dus je ziet ook dat het haar ontzettend raakt. Ja. En het enige wat ze volgens mij wil, waar ik er dan uit op kan maken, is dat het gewoon afgelopen is. En als de Rabobank ook wil dat het afgelopen is, dan moet het toch met volwassen mensen een oplossing komen. Ja. Lijkt mij. Maar ik merk wel meer zaken van de Rabobank, dat de Rabobank absoluut niet tot een oplossing wil komen. Dus ik was eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar jullie verhaal van het macro-micro-economie. Maar dat hebben we dus nu helemaal niet gehoord. Nee, nou kijk, het macro-micro-economie verhaal is eigenlijk heel, heel, heel eenvoudig. Het is zo dat in het afgelopen decennium hebben de banken gefinancierd op basis van 30 jaar aflossingsvrije hypotheken. Dus je hoefde niet af te lossen, je hoefde alleen maar rente te betalen. En de rente was fiscaal aftrekbaar, dus dat was allemaal te doen. Dus de banken zeiden van, wat wil je lenen, dan krijg je het wel. Alleen, doordat zij dat allemaal gingen lenen, gingen de prijzen van de huizen ook omhoog. Want als iedereen weet van die banken die financieren dat, dan schieten die prijzen, dat is ook gebeurd, dat noem je dan credit pushing. Ja, ja. En dat, een goed voorbeeld is Wolf of Wall Street, daar kan je dat in zien hoe ze dat doen. En nu Big Short, die film, ga daar naartoe. Dan kan je precies zien hoe dat systeem werkt, hoe die banken de prijzen van die huizen opjagen en dan vervolgens daarover kredieten verstrekken. Ja. En wat krijg je dan? Dat de waarde van die huizen na een aantal jaren, dat was zeg maar dus na een jaar of 10, 30% te hoog was. Want we hebben de huizencrisis gehad en alles is 30% gekelderd. Bij Tessa was het nog erger, want die heeft in 2008-2009 heeft ze geld geleend. Voor een bankgebouw, om daar een museum van te maken, en voor een woonwinkelpand om daar haar handelsvoorraad te verkopen. En die panden die hadden natuurlijk een zekere prijs. En die prijs was al te hoog. Ook gebleken, want 2 jaar later trok de Rabobank de stekker eruit. En de waarde was 50% gekelderd, ongeveer. Maar dan is het nog niet de bedoeling dat de bank dan haar kunstschatten, haar kunstwerken of de kunstwerken gaat verpanden. Of dat leek mij op roof en vandaar ook vond ik het boekje van de verpanding ook zo ontzettend goed, wat dat laat zien. En om nu haar gehandicapte vader erin te betrekken als derde, dat vind ik helemaal krankzinnig. Ja. Dus ik weet niet in hoeverre het is raar wat hier gebeurd is, maar wat Tessa gedaan heeft is heel ongebruikelijk. Maar het staat wel een beetje los van het feit wat de Rabobank haar aangedaan heeft en met haar duizenden Nederlanders. Ja. Dus daar hoop ik weet niet hoe het af gaat lopen, maar ik hoop dat dat in ieder geval kan gaan stoppen. En dan denk ik dat Tessa gelijk heeft, dat zij de kleine David is die je tegen de hele grote Goliath opneemt. Dat heeft ze gezegd. Dat heeft ze ook gezegd. Ja, ja, ja. Want het is nu ook duidelijk dat haar zaak van de lokale bank af is. En het is nu onder de noemer van Rabobank Nederland geworden. Dus de reus is nog groter geworden. En Tessa probeert ze nog kleiner te houden. Er was niemand van de bank Sas van Gent. Nee, helemaal niemand. Nee, dat heb ik vooraf gevraagd. Ja. Gaat het nou ook over rechtsschuld? Wat van Tessa? Het is van de stichting Rechtsschuld eerlijk delen. Oké. Maar als ik kijk, mijn visie, hè? Moet u mij corrigeren als ik dat fout heb, hè? Kijk, als we nou gaan zorgen dat mensen van de rechtsschuld afkomen, dat klinkt heel positief.
Maar eigenlijk is het gewoon belachelijk natuurlijk, want banken maken geld uit niets en het is één grote oplichterij. Ja. Dus eigenlijk als we de restschuld aanpakken, is het eigenlijk gewoon meespelen met de bank. Want die komen er toch goed vanaf en ondertussen moeten de mensen toch nog betalen en de banken maken geld uit niets en dat is gewoon één grote maffiastreken. Nou, dankjewel. Mooi gezegd, ja. Hey Sven! Hey, hoe is die gegaan? Dat is een rechtszaak vandaag. Ja, stel. Nou, opmerkelijk, mevrouw Van Veen die koos voor een andere route. Een andere route, vertel, ik ben er niet bij geweest. Nou ja, ze had bijstand gevraagd van mijn stichting en de advocaat meester Boonstra, omdat zij kwam er niet uit met de Rabobank. En wij hebben toen een pleidooi geschreven. En dat hebben we ook naar haar gestuurd op zondag. En zij zei nu dat ze dat niet ontvangen heeft. Op zondag heeft ze dat zeker ontvangen. En we hebben nog wat wijzigingen aangebracht. En dat is heel normaal. Maar zij koos voor een andere processtrategie vandaag. En zegt van, ik wil het persoonlijk oplossen met de bank. En niet over de boeg van, waar komt mijn schade vandaan? Het stichtingspleidooi, dat die schade komt uit overkreditering op macro-economisch niveau. Nou, daar had zij geen fiducie in. Dus gaat zij een andere route op. Oké, maar dat is allemaal van de restschuld, zeg maar? Ja, zij heeft een restschuld. Oké, maar kijk, hoe ik erover denk, over de restschuld bijvoorbeeld. Je pakt de restschuld aan, maar eigenlijk is de hele hypotheek niet een grote oplichting, toch? Dat ben ik van, ben ik van mening. Oké, nou, dat is in ieder geval duidelijk. Ja. Nou, alle hypotheken, want geld wordt gecreëerd uit het niets door de banken. Ja, dat is één grote oplichterij. Ja, dat... En ik denk als wij dan gewoon veel duidelijker uitspreken... Dat is nog een stap verder. Maar het is niet verder, dat is de bron. Ja, en nu gaan we eigenlijk daar een beetje verderop uit de bron iets proberen op te lossen. Terwijl je het er eigenlijk gewoon bij de bron op moet lossen. En dat eigenlijk gewoon iedereen bijvoorbeeld een onvoorwaardelijk basisinkomen zou moeten hebben. Want geld wordt uit niets gecreëerd. Ja, maar dat en de mensen worden in dit systeem als slaaf behandeld. Maar dat is toekomstmuziek. Dat is ik ken jou goed. We weten, jij weet het, ik weet het, dat dit systeem is ten einde. Mm. De democratische rechtsstaat en het contractenrecht is nu allemaal hoofdzakelijk om banken te dienen en grote bedrijven en om allerlei vormen van schraperij en zelfs slavernij, want eigenlijk is in hypotheek schuldslavernij, om dat allemaal mogelijk te maken. Steeds meer mensen vinden dat niet oké. Okay. Uh-huh. En die doen er niet aan mee en die zoeken naar alternatieven. Ja. Je ziet gewoon dat de Europese beschaving zoals we die een tijdje hebben gekend, of dat is historisch ook nog te bespreken, maar ja, die eindigt. Het functioneert niet meer. We kunnen, Draghi die zet de geldpomp aan, daarmee voorkomt hij dat Europa in elkaar dondert, maar feitelijk schuift hij het probleem naar de toekomst. Ja. Als hij weer meer geld gaat drukken, dat doet hij wat Amerika doet. Ja, dat kun je een hele tijd volhouden, maar op een gegeven moment heb je zoveel geld geleend van generaties in de toekomst, dat die op een gegeven moment zullen zeggen, ja, hallo. Aan wie zijn we nou eigenlijk aan het betalen? Ja, maar nogmaals, lenen is eigenlijk ook onzin, want het geld wordt uit niets gecreëerd. Krediet en rente is een fictie. Afpersing. Nou ja, ik zeg schuldslavernij. Ja. Ik ga nog verder dan diefstal, ik vind het eigenlijk slavernij. Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel voor dit commentaar, man. Tessa, vertel even, je hebt een hele spannende rechtszaak achter de rug. Valt er even iets van je af of nog niet? Ik moet nog eventjes neerdalen, ja. Ik moet nog eventjes bijkomen van alle spanning en alle stress. Maar ik ben ontzettend blij dat ik de kans heb gekregen van de rechter om mijn verhaal te doen. En ik had wel het gevoel dat de rechter toch heel veel pogingen deed om mijn verhaal wat kracht bij te zetten zelfs. Wat mij wel een beetje een gerust gevoel geeft. Maar je weet het natuurlijk nooit. Nee. Dus het blijft even spannend. 10 weken wachten, misschien eerder wordt er gezegd. Maar ja, 10 weken is natuurlijk best wel lang. En meestal zijn ze natuurlijk niet zo vlot met uitspraken te doen. Dus ik hoop het natuurlijk wel, want ik wil het heel graag weten. En ik hoop dat Jos Schep voor mij nog iets kan betekenen in het middellijke traject. Ja, kun je iets vertellen? Want wij mochten alleen maar de pleidooien filmen en toen moest de camera uit. Wat is daar naar de hand nog gebeurd? Dat is wat ik je nu net zeg eigenlijk. De rechter heeft heel duidelijk aangegeven dat ze hopen dat Rabobank tot inkeer komt om te gaan schikken. Dus eigenlijk om een beetje voor te gaan borduren op de vaststellingsovereenkomst van 2014. Daar aan te gaan sleutelen, zodat we daar elkaar in kunnen vinden. En de Rabobank heeft in principe gezegd dat ze dat niet willen. Maar de rechter heeft ook gezegd, denk er maar even over na, nu de zitting achter de rug is. Denk rustig na. En ik heb de gegevens van Jos Schep gegeven om daar eventueel op terug te komen op dat besluit. Want ze willen gewoon arrest hebben.
En ja, ik denk dat ze het even moeten verwerken ook, net zo goed als dat ik dat even. Want er was, tenminste waar ik op merkte, behoorlijk wat verwarring even. Ja. Want wat jij gedaan hebt, je hebt je advocaat ontslagen tijdens de zitting. Ja. Er kwam heel veel verwarring van, ja. Want dat gebeurt eigenlijk nooit. Nee. Mensen weten niet meer wat ze moeten doen. Ze worden de vernieling ingeholpen door zo'n bank. Emotioneel kapot gemaakt. Emotioneel kapot. En dan wantrouwen ze misschien zelfs hun eigen advocaat. Ik ben de eerste die zegt dat dit systeem niet meer functioneert. Hè? Ik erken dat de democratische rechtsstaat eigenlijk aan het falen is. Dat de trias politica niet meer functioneert. Hè? Politici, er zijn 14 lobbyisten per Tweede Kamerlid. Ja. Dus voor grote bedrijven en banken. Dus wie beheerst dit land nou? Dus dan maken wij ons druk over de minister-president. Uh-huh. Maar ja, de vraag is, wie beheerst de minister-president? Nou ja, waarschijnlijk ook chantage, pedonetwerken. Ja, ik bedoel, het zijn ook allemaal dingen die bovenkomen. Hè? Dit klinkt misschien raar, maar ik denk dat als je je juridische werk goed doet, dat de rechterlijke macht onafhankelijk is. Als je de juiste juridische weg kiest, tenzij zo'n rechter wordt gesanteerd. Hoe kan je dat bewijzen? Hoe kan je dat? Als alles in de doofpot gaat bij justitie. Ja, dan heb je dat probleem weer. Dus waar, het is een wantrouwig potje hier zo. Maar als dat zo is, als ik de rechterlijke macht niet zou wantrouwen, dan zou ik hier ook niet meer naartoe moeten komen. Mm-hmm. Ik denk dat het een heel subtiel spel is. Maar tegelijkertijd denk ik dat er onafhankelijke mensen in Nederland zijn en ook bij de rechterlijke macht. Ja, ik geloof ook, er zullen heus goede mensen tussen zitten. En als je die treft, dan heb je een goede zaak. Ja. Hey, maar is het niet voor jou een idee? Want je zegt zelf al, je weet dat het veel meer aanhangt dan de restschuld. Dus de mensen blijven waarschijnlijk met een schikking zitten, toch nog een restschuldje en toch nog eigenlijk onterecht moeten betalen. Is het daar niet gewoon een optie om die hele restschuld te vergeten en gewoon rechtstreeks de banken aan te pakken voor corruptie en geldschepping uit niets en die confrontatie aan te gaan? Gewoon de waarheid. Maar wie doet dat dan? Ja, niemand dus blijkbaar. Nou, is dat geen idee? Nou ja, dat is niet waar. Je hebt burgerinitiatieven Ons Geld, heb je. Die willen met de politiek praten over die geldschepping. Je kunt er tegen procederen, maar dan zit je ook weer in hetzelfde. Dus wat je moet doen, is je moet met alle burgers samen. Uh-huh. Je zou de mensen moeten kunnen mobiliseren richting een nieuw systeem. Onderdrukking is van alle tijden. En opstand daartegen ook. In Spanje staan de mensen wat meer op. In Italië gaan banken failliet. IJsland? Ja, IJsland. IJsland is een mooi voorbeeld. Ja. Maar ja, wat is de menselijke maat? Wat is de oplossing? Ja. Veel mensen vinden nog steeds, je hebt je handtekening gezet en je hebt geld geleend, dus moet je betalen. Ja, 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 ja. Dat is wat veel mensen vinden. Omdat ze zo geconditioneerd zijn. Zo zijn ze geconditioneerd, ja. Nou ja, krijg dat maar eens eruit. Ja. Nou, ik hoop dat dit mag helpen. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Het was een interessante zitting. Het liep niet zoals ik verwacht had. We gaan het meemaken, Sven. We gaan het meemaken. Misschien krijgt ze een schikking. Dankjewel. Oké, bedankt. We hebben je advocaat ook nog even voor de camera getrokken. Dus die heeft ook even zijn verhaal gedaan. En die was echt wel aangeslagen, want dat had hij gewoon niet verwacht. Nee. Ik denk wel dat je daar een juiste beslissing in hebt gemaakt. Dat is dan wel even mijn persoonlijke mening. Want wat moet je met een advocaat als hij jouw belangen niet aan het behartigen is? Nee, het probleem zit hem natuurlijk in het feit dat ik gewoon niet de gelegenheid heb gehad om zinnig en deugdelijk mijn punten met hem te bespreken. Zodat hij zijn pleitnota nog zou kunnen aanpassen. Ik heb gewoon letterlijk gisteren te horen gekregen dat hij nog de versie die ik dan zondag heb gekregen, dat daar nog van alles in veranderd is. Dus ik weet helemaal niet wat hij precies van plan was te gaan zeggen. Plus het feit dat zijn macro-economische analyse die hij door Sven heeft, min of meer opgedrongen heeft gekregen. Die kans is ook miniem. Mijn kans is wellicht klein, maar schat ik wellicht hoger in dan. En ik heb nu niks meer te verliezen. Dus dit was mijn ultieme poging om mijn eigen verhaal te vertellen. En ja, geprobeerd om de menselijke kant van al dit soort dossiertjes weer te benadrukken. En ze hopelijk steeds individueel, dat ze mensen gaan helpen. Dat ze mensen die weer lucht gaan geven. Dat mensen weer verder kunnen met hun leven. En dat mag van mij individueel ook. Tuurlijk ben ik voorstander van een generaal pardon. Al die mensen die in de shit zijn gekomen door die rotbanken. Graag. Maar ik denk dat een rechter dat niet gaat doen. En dan moet ik toch voor mijn eigen situatie kiezen. En voor mijn eigen belang. Vooral dat. Daarom heb ik het gedaan. Het blijft een rechtbank, recht voor banken. Dat is mijn visie. Het stukje rechtsschuld is eigenlijk ook schandalig. Want de hele hypotheekoplichting. Klopt, daar gaat het al mis. Maar als je 6 jaar bezig bent, ben je zo moe van het strijden. Ja, geef je gelijk.
Ik ben zo moe van te strijden. En ik gun het al die mensen in Nederland van harte. Maar ik ben bang dat het er niet van gaat komen. En ik hoop dat ik er wel bij hoor. Bij die één individuele zaak die ze gaan kwijten. Toch. Nou, ik vind in ieder geval dat jij je heel sterk hebt neergezet. En dapper. Ook heel echt. En ik wens je het allerbeste. Dank heel veel sterkte. Wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Gezicht.